Overal waar de Oranjeleeuwinnen zijn, daar is Sepsport. Voor leuke spelletjes en tips. Wil jij weten wie er van ons team met de knuffel slaat? Alles wat je wil weten over de Oranjeleeuwinnen. Of wie er echt dol is op een broodje hagelslag. En wat je niet wil weten, kijk dan naar Sepsport. Dus Loes is 33. In Sepsport hoor ik over mijn teamgenoot alle dingen die ik zelf niet eens wist. Had gewoon je moeder kunnen zijn. Wij vinden het superleuk om samen naar Sepsport te kijken. Sepsport. Elke dag weer. Kijk ook, elke dag. Even lekker schoon. Even goed laten zien dat hij oranje is. Kom eens hier. Kom eens hier. Kijk, alles moet lekker schoon. Ja. Had ik jou verteld dat we naar het stadion gaan? Ja, kijk even bij mijn kaartjes. Ja. Quizvraag. Wat gebeurt er als wij naar het stadion gaan? IJsje eten? Nee, dat brengt geluk. Dus instappen, we willen niks missen. Geen minuut. Ga voorin zitten. Hoe is het meisje trouwens? Ja, goed. Ja? Ja. Hoe is het met Flip? Ja, ook goed. Is ook weer mee. Echt? Ja. Komt hij door de douane eigenlijk? Ja, toch? Ja, ja, altijd. Ja. Gewoon in de rugzak. Gaat hij altijd mee? Ja, gaat altijd mee. Wat goed. Welkom bij het Jeu de Doelen. Dank je. Ja. Jeu de Doelen is eigenlijk een spel waarbij je proberen moet om de ballen die ervoor liggen zoveel mogelijk in de koop te krijgen. En daar krijg je 6 beurten voor. Het is zo dat de bal die je er niet in gooit, daar staat ook weer een vraag voor die je eigenlijk niet wil hebben. Oké. Oh, spannend. Ja, dit gaat natuurlijk nooit lukken. Waarom niet? Jawel, jij bent een spits, jij kan dat. Ja, maar met mijn voeten, niet gooiend. Jawel, dat is Jeu de Boel, hè, Frankrijk. Maar wat doet dat beertje in het doel dan, of dat leeuwtje? Is dat de keeper? Dat is de keeper, dat is een Franse keeper. Ja. Nou, dat is 1 vraag minder, waar zeur je over? Nou, 3 vragen. Je moet die erin krijgen? Nou, je moet een beetje met een elegante gooi. Leeuw en al. Noem maar 2 vragen, waar maken we ons druk om? Dit is de goeie. Goed geprobeerd, hè? Goed geprobeerd. Oh, dat was Nee, dat is jammer. Oh, zonde. Jammer. Nou, 2 brutale vragen, ja. Oh. Klaar voor? Hier gaan we. Daar gaan we. Wat stinkt het meest in je voetbaltas? Mijn voetbalschoenen. Ja? Ja. Heb je zweetvoeten? Nee, niet echt zweetvoeten, maar ik hou niet van voetbalschoenen schoonmaken. Dus af en toe dan komt er wel, nog net geen schim op, maar af en toe het groene zit er al wel aan. Wat leuk voor je medestanders ook. Ja, maar die stinken ook, dus dat scheelt weer. Oh, nou. Welke teamgenoot zou je het liefst een panna willen geven? Bladworth. Ja. Nee, Bladburg. Puur omdat het bij Arsenal doen we altijd de rondo's. En dan wil ze dat er wel stoer doen. Maar ja, af en toe als ze dan de panna krijgt, dan is het klaar. Dan is het stil, dus vandaag. Maar 2 vragen. Ik vind dat je het hartstikke goed hebt. Ik heb het goed gedaan, hè? Heel goed gedaan. Ik ben hier goed in. Heel goed. Het doet het niet. Rue de Papillon. Waarom werkt die navigatie niet? We komen niet op tijd hoor, dan gaan we ik verliezen. Hè? Ik wil niet te laat komen. Ik toch ook niet? Wij brengen gelijk. De fanzone. Het doet het allemaal niet. Wacht, ik weet wat anders. Even kijken. Met jou, Ron? Ja, mij maar. Ah, goed dat je even opneemt. Hey, hallo. Hey. Hoe gaat het daar? Ja, het gaat heel goed, want... Warm, hè? Zeker, hè? Dat is heel warm nu op dit moment. Ja, maar ik niet, hoor. Eigenlijk... Even voor Bel. Ik ben totaal in paniek, want ik ben de weg kwijt. Heb jij nog kaarten van toen wij vroeger naar Frankrijk op vakantie gingen? Ja, die heb ik ergens wel. Dan moet ik even zoeken. Ja, pak even die van Lyon. Ja, die ga ik even zoeken, maar dan moet ik even kijken waar ik hem heb. Ah, Frankrijk, magnifique, oui, oui, oh là là. Wat een mooie speler. Oui, oui, oh là là. Maar oui, wordt het. Doe je antwoord op en wie weet, ben jij deze magnifique Mona Lisa? Het tripje. En voilà. Hallo. Yes. Gisteren vroeg ik jou, wat is jouw stopwoordje? En je kon kiezen uit de A. Nou, weet je, B, lekker of C, verdorie. Ja. Wat is het?
Het is lekker. Lekker, ja, B. Als jij dan denkt die bal te winnen, ga ik onderstaande adres. Wie weet is die dan wel voor jou. Gefeliciteerd alvast. Kan jij even kijken waar ik precies moet rijden? Ik zit bij tennisclub La Papa. Kan je vooruit kijken, Ron? Zie je daar een kerkje staan? Nou, maar ik heb geen tijd om nu te gaan binnen, maar... Links moet je naar Rue de Liberté. Zeg ik het goed? Wacht even, ik ga het nu doen. Ja. Linksaf. Je kan ook Liberté zeggen. Maar als ik linksaf ga, sta ik voor een groen hek? Nee, nou, dan moet je rechts. Moment, wacht even. Zie jij... Ja, rustig aan, ja, rustig aan. Ja, mama, ik moet te laat. Ik moet... Gaan we niet winnen? Nee, we gaan zo niet winnen. Ron, luister naar mij, naar je moeder. Maar ik zie een bushalte, ik zie... Oh, ja, kerkje! Kerkje. Zie je wel? Kerkje. Links of rechts? Nou, rechtsaf bij het fonteintje. Wacht even, maar ik zit op dezelfde punt als waar ik net kwam. Oh, je kon vroeger al nooit die weg vinden. Wacht even, hoor. Ja. Ben je naar die fans allemaal aan het zoeken? Ja, wat dacht jij dan? Nou ja, ik denk misschien ben je leuk in de rond aan het rijden. Neem je het ervan? Heb je nou opgehangen? Nee, toch? Bonjour. Bonjour. Ron, hoor je me? We're looking for the fan zone. Hoor je me nou? Oh, ik spreek tegen Engels. Over de... Ja. Nou, dan is hij de weg uit en weet ik het ook niet meer. Nee. Maar luister, heel goed gedaan. Ik heb het gevonden. Oh, heb je het gevonden? Oh, dankzij jou. Anders had ik het niet gevonden. En die meiden geef je een dikke kus van, hè? Allemaal. Dag, Ron. Dankjewel, hoor. Ja. Welkom bij Pompidom. En dat doen we samen met, jawel, Loes en Merel. Zo, de bedoeling is dat jullie om en om mogen zingen. Ik krijg een minuut de tijd. Het zou lekker zijn als je meer dan 4 liedjes kunt pakken. Ik laat jou een keuze maken en dan moet je dat liedje zingen. Alleen, je mag alleen maar dat doen met Pompidom. Dus Pompidom, 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 Pompidom. Dat is van, ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Oké, pas maar aan. Ja. We zijn er weer bij. Pompidom, pom, pompidom. Pompidom. Wat? Dit is zo moeilijk. Ik ben een ander? Ja. Dit is een FIFA Hollandia. Deze is wat erg. Die. Ja. Pomp. Deze. Pompidom, pom, pompidom. Pom, pom, pom. Pompidom, 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 pompidom. Het is my life. It's my life, it's now or never. Ja, let it go, let it go. Pompidom, pompidom. Ja, dat is het. Oh ja, shit. Pompidom. Dit is die film. Pompidom, pompidom. Ja, let it go. Ja, let it go. Oh, godverdank. Maak me gek met je man. Pompidom, pompidom, pompidom. Ja, is goed. Pompidom. Ik ben niet zonder jou, nee. Ik ben niet zonder jou, pompidom. Nee, pompidom. Maak me gek, was het. Ja, maak maar. Ja. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Ja. Pompompidom, pompompidom, pidom, pidom, pidom. Ik heb het. Pompidom, pidom. Het is een nacht. Ja, het is een nacht. Heel goed. Die. Alsof het je laatste dag is. Pom. Pom, 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 pom. Leef. Ja, ja, wow. Ja. Nou, de allerlaatste. Deze misschien. Oh, dat ken ik niet eens. Ja, maar dat kan zij wel. Oké, nou goed. Pompidom. Ja, hij is toch maar 4. Nou, vind je toch goed, hoor. Nou, dat is echt goed, helemaal niet slecht. Helemaal niet slecht, nee. Leuk en moeilijk. Ja, ik had alles kunnen zingen met de gewone teksten. Maar de Pompidom, dat is een moeilijke tekst, hoor. Dat is een lastig spelletje. Ah, ja. Tijdens het WK vrouwenvoetbal... Ja! ...is Sepp Sport er elke dag. Ja! Wat gebeurt hier nou? Dit zie je morgen. Dat is los, jongen. Zo, het gaat aan. Die andere erop. Goed zo, die er ook op. Nog 5. Kijken dus. Het ongelofelijke is gebeurd. We hebben geschiedenis geschreven.
Nederlands elftal staat in de halve finale. En gaan we winnen? Ik denk het wel hoor. Fijne wedstrijd.